We zijn officieel gestart met het vaccineren van de 60-plussers. En vandaag is een bijzondere dag omdat we zeg maar, de religieuze leiders van Suriname hebben uitgenodigd om te komen voor de vaccinatie. En nu, zoals u ziet, zijn ze toch wel heel goed vertegenwoordigd. Waarom heeft u zich laten vaccineren? We hebben dus in Iris verband besloten om als voorbeeld naar de gemeenschap te dienen. En de boodschap mee te geven aan de bevolking van laat u zich vaccineren. Het is op dit moment de enige manier eigenlijk om te kunnen garanderen dat we binnen korte tijd weer onze religieuze plichten op een normale manier kunnen volbrengen. Zegt u dit alleen aan de gelovigen of aan iedereen? Aan iedereen eigenlijk, aan ieder. Want het heeft geen zin dat een groot deel van de bevolking niet gevaccineerd wordt. Zoals de wetenschap dat zegt, tenminste 70% van de mensen moet gevaccineerd zijn. En ik zou de mensen stimuleren om zich aan te sluiten bij die 70%. Of meer, zelfs als het kan. We moeten allemaal een steentje bijdragen om de hele wereld zoals dat allemaal nu gebonden is aan de virus, dat we dan helpen om die oplossing te brengen. Ik denk dat het morele plicht is, omdat de verspreiding van dit virus gaat van mens op mens. En je kunt besmet zijn zonder het te weten, helemaal geen symptomen hebben, geen klachten. En ik zou het niet graag op mijn geweten hebben dat door mij iemand die kwetsbaar is, ziek is geworden. Want wij komen vaker in aanraking met oudere mensen, met zieke mensen als we moeten gaan bidden. En dan heb ik toch liever het rustige gevoel dat ik oké ben, dat ik het geen verspreider ben van het virus. Het is denk ik voor iedereen een morele plicht. Ik heb me laten vaccineren omdat het een, ik ervaar, voor mij is het een verantwoordelijkheid. Wie, als predikant, we zijn bekend, ben ik mijn broeders, zusters, moeder, ja, we dragen een bepaalde verantwoordelijkheid voor het leven, jezelf en van daaruit ook naar onze medeburgers, naar onze naasten. Dus ja, daarom heb ik me laten vaccineren. Als een daad van naaste liefde. Wat zegt u aan de gelovigen die nog twijfelen? Ja, het is niet makkelijk, want het is een persoonlijke keuze. Ik ben me ervan bewust dat er angst en twijfel is bij de ondergelovigen. Maar alleen door je te informeren kan je ook tot een juiste beslissing voor jezelf komen. Zegt u aan de andere gelovigen? Dat er geen godsdienstige bezwaren zijn om je te laten vaccineren. Bij de christenen zijn er geen gronden, bij de hindoes evenmin en bij de moslims evenmin. Daarom zijn we hier samen als comité christelijke kerken en de interreligieuze raad. Alle geestelijke zijn samengekomen om dat ook te demonstreren dat er vanwege het geloof geen belemmeringen zijn. We gaan onze gemeente, alle pandits en panditas gaan we mobiliseren. Degene die nog niet genomen hebben, zo'n vaccinatie, die gaan we dan de komende week allemaal mobiliseren om dat te doen. Het is een hele belangrijke stap voor ons om ons te laten vaccineren, om de verspreiding van dit virus te beperken, zodanig dat wij weer ruimte krijgen om op een andere manier met elkaar verder te kunnen samen leven op een goede wijze op deze aarde. Het feit dat ze zijn komen vaccineren is een geweldige stap. Er is nog
zeg maar, veel onzekerheid buiten bij mensen. Moet ik me wel laten vaccineren, moet ik niet? Ik hoor zoveel rare geluiden uit het buitenland. Er is zoveel op Facebook en Instagram te lezen. Dus mensen stellen vragen, ze hebben twijfels. Maar wij zeggen, als je je kindje als baby laat vaccineren, dan doe je het omdat je gewoon weet dat het goed is. We hebben er nooit eigenlijk bij stilgestaan van, moet ik het nou wel of niet laten doen? Je doet het. Dit vaccin is natuurlijk een nieuw vaccin. Een beetje onbekend, maar onbemind, kan je zeggen. Maar de COVID-pandemie is al een jaar gaande. En we zijn allemaal blij dat het vaccin er is. Er moet een goede tussen zitten. Laat u zich vaccineren. We lopen allemaal al een jaar met mondkapjes op, met we moeten rekening houden met social distancing, met desinfectie van de handen, met vaccinatie, bouw je weerstand op. Het lichaam is beter bestand tegen COVID-infectie. En hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe meer mensen de weerstand hebben en hoe eerder we kunnen zeggen COVID goodbye.